Oké, hey, hallo allemaal, welkom bij Hartje Wij en het Rimmel Hugo. Hallo. Met onze multiplayer van Hugo staan. Ik kan weer niet op Join LAN Game drukken, maar dat maakt niet uit. Het IP-adres van onze Hugo moet ik er even hebben. Oké, we zijn er. Number of players. We zijn met z'n tweeën. RLJR. Ik moet als Italië. Waar de fuck zit Italië? Hier zit Italië. Ja, ik ben niet zo beroemd met de wereldkaart. No, topographically challenged. Waar? Topografisch ge... Hoe dat? Nou, net op mijn... Ik ben niet goed topografisch ingesteld. Dat ja. Zo, ik heb een play gedrukt. Hey, adapting history. We gaan terug in de tijd. Nee, de weet ik voor welke oorlog. Connecting. Hallo. Ah, ja. Start. Oké, jij weet hoe alles werkt. Ja. Ik snap er geen tyfus van. Is goed, dus heb je nu een diplomatie schermpje voor je. Ja, en... Nou, wat je dan doet is even links onderin je neutrality, even zo ver mogelijk naar links. Dus. Een mooie slider. Ja, wat betekent dat eigenlijk, neutrality? Neutraliteit. Dus ik word minder neutraal. Ja, minder neutraal. Dus je kan sneller mensen aanvallen. Ah, oké. Okay. Dat is wat we willen. Ja. Italië. At war with Ethiopia. Ja. Ethiopië dus, toch? Dat is het. Dan, jij bent Frans, toch? Het groene vinkje. Welke ben jij? Ben jij Italië of Frankrijk? Ik ben Duitsland. Ah ja, ik bedoel Duitsland of Frankrijk. God, Jezus. Duitsland. Dus jij bent het enigste met access. Ja. Ik heb Alice zijn United Kingdom, Frans, Irak, oh god. Oman, Yemen, Bhutan en Nepal. Mhm. Wat betekent Comintern? Dat is communist, hè? Ah, oké. Dus de Sovjet-Unie zit erin. Tegenwoordig is dat Rusland. Mongolië zit erin. Ja, steekje Mongolië. En Tanu Tuva. Geen idee wat dat betekent. Oh, ligt ook ergens in Azië. Oh. De diplomatie heb ik rechtsbovenin, daar staat normal. Wat betekenen die pijltjes? Wat verander ik ermee? Hè? Pijltjes? Rechtsbovenin, diplomatie heb ik staan. Daar zijn de pijltjes bij, dat normal. Oh, normal. Dat is dat je hetzelfde allemaal doet, maar je kan het ook aan de computer overlaten. En ik moet het zelf doen, toch? Ja, dat doen we gewoon zelf. Oké, DC trouwens is zodat ik het leer en zodat degene die kijken en die niks aan snappen het leren. Degene die het kijken en het wel snappen... Laat me gaan weten of het goede keuzes zijn. En dan ga ik kijken of dat misschien ook eens... Dan ga ik kijken van heb ik het inderdaad al goed gedaan? Nou ja, als ik iets fout doe, dan ligt het dus niet aan mij. Dat wordt ook maar aan mij geleerd. Dus ja, het kan... Een beetje. Nou, het kan ook best zijn dat ik gewoon iets verkeerd aanklik. Daar moet ik ook eerlijk in zijn. Dus ik moet mezelf nu toch confirmen, linksbovenin. Ja. Confirm. Sure want to continue to the next stage. Ik hoef ook helemaal niet terug, oké. Maar, ja. Wat betekent dit? Ja. Wat is dit? Dit is het technology scherm waar je al technologie kan unlocken en zo. Kijk, ja. Als het goed is heb je bovenin staan 34.455. Waar? Links bovenin. Ik zie niks. Ik zie niks. Distribution of... Oh ja, 34455. Ja! Je zet schuine streep 150 voor. Ja. Er zijn nog een paar puntjes over, maar dat gaan we even anders distributeren. Ja, distributeren. Verdelen.
Anders verdelen. We gaan het wat simpel houden. Ja, het wat simpel houden. Dus we zeggen gewoon clear all. Dan gaan we even op jouw sterke punt als Italië inspelen. Dan gaan we eerst naar Capital. Tapje, vierde tapje. Capital, ja! Oeh, ja. Heavy Cruises, nice. Ja. En dan willen wij Battleship. Ja. En doen we even kijken. Dit kan wel zo. Ja, moet je Battleship, Engine en Armor. Moet je even naar level 5 zetten. Kijk niet. Kijk je er niet? Wat is je misdaan? Ik moet, nee, omdat je clear all hebt gedaan, moet natuurlijk die Battleship Construction Oh ja, die moet je eerst even doen. Dus Engine and Armor. Ja, Engine Armor naar level 5 en Anti-Aircraft die mag naar level 2. Oké. Okay. En dan heb je ook nog Capital Ship Main Armament. Die mag ook naar level 5. Oké, even dat ik het goed heb gedaan. Het moet Battleship zijn en niet Battlecruiser. Nee, Battleship. Oké, mooi. Heb ik het toch goed gedaan. Ja. Dan. Als het goed is, staat er bij Anti-Aircraft staat er 1936 en die andere drie 1940. De Battleship Anti-Aircraft bedoel je? Wat was daar mee? Staat 1936. 1934. Moet je er eentje meer. En dan die Engine Armor en Capital Ship Main Armament moet 1940 bij staan. Ja, klopt. Oké, dat is mooi. Het is allemaal van een jaartal 1940 toch, hoop ik? Ja. Dus, okay. Jaartal dat ze dan origineel... Dan dat je goed kan researchen en als ze 2 jaar in de toekomst liggen, dan krijg je penalty. Dus dan gaat dat veel langzamer. Dan krijg je volgens mij keer 1,5 of zo, dat die langer duurt dan per jaar. Oké, okay, dus hij gaat gewoon half... De snelheid gaat gewoon een half keer zo snel. Ja, per jaar. Dus als het weer in de toekomst ligt, dan is het moeilijk te researchen. Logisch. Gaan we een tapje naar links, naar escorts. Escorts, dus mensen die van plaats naar plaats moeten worden. Ja. Mag je light cruiser en destroyer mag je allebei doen. Want met destroyers kan je dan havens bouwen. En light cruisers kan je kustverdedigingen ook bouwen. Dat is allebei heel erg handig inderdaad. Ja. En bij Light Cruiser die willen we ook de engine en armor naar level 5. Oké. Okay. En dan main armament die mag level 3 en die AA naar level 1. Level 2 is dat. Oké. Okay. Ze staan ze van boven naar beneden 1936, 34, 40 en 40. Ja, klopt. Oké, okay, helemaal toppie. Nou, dat is wat jij gaat gebruiken. Onderzeeërs heb jij niet nodig. Moet ik de strooier nog omhoog halen? Ergens iets nee, van? Nee, die gebruik je ook niet. Die gebruik ik zelf. Ah, oké. Okay. Ik heb wat meer punten dan jij ook. Ik heb ook een groter land. Ja, oké. Okay, dat is altijd al belangrijk. Als je een groot land hebt, dan heb ik altijd wel wat meer. Okay, dan anders heb je alleen maar meer land om te veroveren, als je er niks voor de rest mee kan. Mm-hmm. En dus als je ook landen verovert, dan haal je dus ook weer meer punten binnen, iedere keer. Ja, maar dat is maar heel weinig in vergelijking met waar je mee begint. Ja, maar het is toch één klein stukje land, het is toch een klein beetje aan punten, dus je hebt er iets aan. Beetje, toch veel, ja. Meer is meer. Dan gaan we naar infanterie. En dan werken infanterie, dat is links. Ja. Dan zeggen we militia.
Die doen we allemaal naar 1936. Dus militia's, small arms, light artillery, support weapons en anti-tank. Al die vier, 1936. En dan infanterie doe je hetzelfde. Dus moet je 3 division unlocken en dan de 4 die daaronder staan. Shift double click. Zo. Die gaan direct naar 1936 in plaats van eerst onder een ander jaartal. Ja, die zijn wat geavanceerder. Dan kan je ook gelijk mountain infantry kan je ook unlocken. Klopt. Dus dat doen we dan ook maar. Dus okay, kunnen ze bergen bouwen of bergen beklimmen? Bergen beklimmen. Speciale, zijn special forces. Ja, maar allow construction of mountain. Construction? Ja, dat je die kan bouwen, zeg maar. Ah, oké, dus dat je niet bergen kan bouwen. Nee, je kan geen bergen bouwen. Het zou wel leuk zijn, dan zou ik gewoon complete bergen om me heen bouwen. Dat zou wel lach zijn. Ja. Dat zou een mod moeten zijn. Mod maken van Hearts of Iron 3. Zorg ervoor dat kan. Bergen bouwen. Of Hugo. Jij kan kost misschien mods 5000 IC. Wat? Kost zoveel IC, dat kan je niet hebben. We gaan één tapje naar rechts, naar armor. Oké. Dan doen we light tank. Light tank brigade. En dan doe je die 4 technologies eronder ook allebei even 1 keer omhoog. 1936. Ja. En dan staat er rechts in het midden staat artillerie. Barrel ammunition en carriage and sights. Yep. Dan doe die maar naar 1938. Oké, gedaan. Ik heb een beetje voordeel mee. Oh wel, je zet net nog artillery, dat doe ik anti-air. Is 1938 toch? Ja. Oké, okay, mooi. Oh, rocket artillery. Ja, die is op zich wel leuk. Die kost wel meer supplies om af te schieten. Ja, oké, okay, maar het klinkt leuk. Klinkt leuk, klopt. Oké, okay, gaan we nu naar industrie tapje. Dat is heel erg belangrijk. Mhm. Moet je even kijken hoor. Iedereen moet elkaar kunnen healen, iedereen moet eten kunnen regelen. Iedereen moet eten voor elkaar kunnen overhouden. Dus dan heb je uiteindelijk niemand die echt iets heeft gegeten van, omdat ze allemaal iets hebben van hier neem jij het maar. En dan sterven ze allemaal van de honger. Zo. Dat klopt toch? Ik geef het punt die ik moet overhouden. education, die doen we even 2 levels omhoog. Is dat level 3? Ja. Oeh, rocket test. Ja, maar dat is ook weer is veel te duur voor jou, want je hebt maar heel weinig leadership. Als het goed is, staat er distribution of leadership, heb je 16.25 of zo. Ja. Ja, nou, ik zit al bijna op 30. Jesus. Mag je agriculture, mag ook naar 1940. Dan krijg je meer manpower, kun je meer troepen bouwen, dat is wel chill. Agriculture. Ik dacht dat dat voor voedsel was. Ja, dus dan als je meer eten hebt, kun je dus ook meer mensen hebben. Ah ja, want voedsel zet je om in een machine naar mensen. Ja. Vlees in die machine, doe er meer vlees in, misschien een klein beetje huid. En pompen, pompen. Hey Matty, daar ben je eindelijk. Ik heb echt gewoon in mijn hoofd een beetje dat het zo gaat. Mensen, zorg dat je dit soort dingen visualiseert als je mods gaat maken. Oké, Sorry, dat was mijn cola. Electronic and Mechanical Engineering. Moet je even researchen. Dan Radio Technology en dan radio's. Electronic and Mechanical Engine? Ja, dan Radio Technology en dan radio's. Oké. Okay. En radar is een radio detection equipment ook, of dat niet? Nee, we moeten even kijken hoeveel we dadelijk nog over hebben. Wie is even belangrijke dingen? Ja, dat is logisch, dat hoort altijd. Ja. Dus dan mag je ook de Sensus Tabulation Machine mag je doen. Oké. Okay. En 1 leveltje in Mechanical Computing Machine. Oké. Okay.
Heavy AA guns. Ja, maar die doen heel weinig, dus... Ja, maar het klinkt leuk. Heavy anti-air guns. Het klinkt leuk. Ja, maar die bouw je, daar kan je niks mee. Ze staan alleen maar in de provincie. Dus je moet eerst aangevallen worden, dan gaan ze meestal kapot. En dan doen ze niks meer. Dus weer gerepareerd worden. Daar heb je veel aan. Ja, daar heb je helemaal niks aan. Call to oil. Ja, we gaan supply production. Mag naar 1938. Supply production, 1938. Ja, je moet ook wel je supplies normaal kunnen aanleveren. En kunnen produceren. En die er allemaal boven staan, die mogen allemaal level 1941. Dus er is gewoon twee keer aanklikken. Twee keer, ja. Nou ja, vier keer aanklikken eigenlijk. Want het is dubbelklik om één keer omhoog te doen. Ja. Oké, die staan op 1941. Mooi. Dan mag industrial production naar 1936. Industrial production. Ja. En efficiency ook. Dus production, nou, welke? Welk jaar het al? Naar 1936. Oké. Okay. En dan volg je dat pijltje en dan kan je construction engineering en advanced construction engineering ook researchen. Gedaan. Oké. Dan gaan we naar... Wat een secret eigenlijk, wat kan je daar eigenlijk allemaal mee? Nuclear bombs, holy shit. Nou, dat soort dingen dus bijvoorbeeld. 1943. Ja, en level 10 moeilijkheidsgraad. Ja. Maar in theorie moet je die drie tags links onderin moet je even allebei eentje doen. Bij welke? Bij theorie, oké. Dan de drie links onderin. Civil Defense, Supply Transportation en Supply Organization. Ja. Dus 1938, 1938 en 1939. Helemaal perfecto. Gaan we naar land. Deze eerste aflevering duurt een half uur. We zijn al 20 minuten bezig. Lol. Ja, 18 minuten eigenlijk, maar ik maak er 30 minuten van. Hmm. Zat tenminste niet allemaal alleen maar TT's in heel die eerste aflevering. Maar bij land doen we derde rij, Infantry Warfare en Mass Assault. Die gaan naar, doe even al bij een klikje. 1936. Ja. En naar rechts heb je ook een salt concentration, doe je ook. Oké. Okay. En daarboven heb je de Delay Doctrine, doe je er ook eentje. Oké. Okay. En onderste rij, linkeraan, Operational Level Organization, kun je sneller aanvallen, doe je ook eentje. Waar, oh, hier. Ik was er wel van aan het zoeken hoor. Guerrilla Warfare, holy shit. Snipers zijn dat toch? Welke? Guerrilla Warfare. Search snipers of mensen die in al die guerrilla suits zitten. Ja, dat is Guerrilla Warfare. Dus Guerrilla Warfare is dus dat je niet gewoon je leger tegen het andere leger aangooit, maar dat je gebruik maakt van omgeving, ambush, tactieken toe te passen. Dat je letterlijk gewoon bewegende struiken hebt. Mensen echt zo, ja. met zo'n hele simpele kamerplant echt zo voor zich, voor hun gezicht. Zo, ja, net als een BD. Ja. Ja. Weet je dat als je zo'n plant bij de dingen kapot ziet, dat de guards je dan minder snel zien? Als je ook op de plaats van die plant gaat staan, waar die plant heeft gestaan, in die car shop heist. Grappig. En blijkbaar zien guards dat minder snel. Ik maak echt iedere keer die plantenpot kapot, gewoon zodat ik er kan staan. Oké. Okay. Je weet toch die... hoe heet die nou ook weer? Met die paintings. Dus die art. Ja, art carry inderdaad. Dan heb je toch altijd van die kleine paaltjes staan. Ja. Daar kun je net achter zitten als een car langs kunt lopen. Nou, oh, ja, klopt, ja. Ik heb dat zo fucking vaak gebruikt. Dat is te mooi. Mm-hmm. Heb je al die ene tech al gevonden? Operational Level Organization? Ja. Oké. Die had ik bijna echt gezien. Jij zei het, en ik had iets van waar, en toen heb ik gezegd, oh ja, daar. Ja.
Oké, bovenste kolom, Operational Level Command Structure. Doe je ook eentje. Oké. Okay. Dan gaan we naar de nevel. Lekker de zee op. Ja, en dan doe Fleet Auxiliary Carrier Doctrine en Sea Lane Defense. Okay. Onder die linker staan dus je escorts, die light cruisers, staan daar allemaal dingen voor. En die Sea Lane Defense staan je battleships. Okay. Die zijn nodig. Ja, je moet jezelf ook kunnen verdedigen. Ja, dus laten we light cruiser escort roll en crew training maar één level omhoog doen. Dat ze lekker bij de tijd zijn. Carrier crew training of carrier crew? Light cruiser crew training en light cruiser escort roll. Oké. Okay. En dan dus de tweede kolom, doe je dus die battle... Allebei light cruisers toch? Dus? Ja. Oké. Okay. In de tweede kolom doe je Battlefleet Concentration Doctrine en Battleship Crew Training. En die twee die eronder staan, Fire Control en Commander Decision Making. Oké. Okay. Die zijn wel handig. Oh ja, doen we ook wel Fleet Auxiliary Submarine Doctrine. Dan doe je Basing eentje omhoog en Spotting eentje omhoog. Ik heb geen idee dat je met allebei kan. Spotting, dan zien jouw cruisers zien makkelijker de vijand, dus kan je ze makkelijker kapot schieten. En basing is om je resources makkelijker te verspreiden. Door je havens te verplaatsen, dus gaat efficiënter. Ah, oké, okay. Dat is wel bij inderdaad wel hartstikke handig. Is nodig als we Amerika gaan binnenvallen, dat we een goede basing technology hebben. En gaan we Amerika binnenvallen al direct, holy shit. Nou, niet direct, dat is een toekomstdoel natuurlijk. Ik denk ze beginnen met Europa even eens compleet weg te halen. Ja, dat gaan we eerst doen. En dan de Russen even onder de duim werken. Dat is heel belangrijk. Ja, de okay, Russen zijn heel erg belangrijk. Russen zullen waarschijnlijk best wel groot zijn in dit spel. Best wel krachtig. Ja, je hebt heel veel manschap ook. Dus dan, maar die kan ik wel aan. Die kan ik. Kijk. Dan gaan we naar Bomber. Welke? Bomber. Bomber! Bomber. 1987 punten. Ja. Hoeveel? 1987. 1987. Klopt dat ongeveer? Volgens mij klopt dat niet. Nou, dat zullen we wel zien. Nou, dan mag je die eerste tech unlocken. Ja, dat is het enige wat je kan. Ja. En dan even kijken. Alle drie geloof ik. Ja, mag je die drie die erna komen, mag je ook doen. 1350 punten over. 50 punten, ja. Nou, dan hebben we ergens... ergens iets te veel, denk ik, gedaan. Want ik heb toch echt... mijn scherm zou je nog... wat is dit? 7000 punten zou je nog moeten hebben, bijna. Oké. Okay. Ja, dat is apart. Dan willen we ook bij Fighter dan. Kijk, wat heb je nodig voor die? Basic Arrow, Basic Aircraft Machine Gun. Oké, dus Basic Arrow Engine. Basic Aircraft Machine Gun. Oké. En dan weer terug naar Bomber. Dan kan je de Naval Bomber kan je unlocken. Development? Ja. Oké. Okay. Die zijn heel mooi. Dan kan je mooi convoys van de Britten kan je lekker kapot knallen met je bombers. 325 punten over. Kan je dan nog basic for engine airframe doen? Basic... Waar zit die? Midden. Basic for engine airframe. Ja. Ja. Hoeveel punten kost die op jouw scherm? 192. 92. Kijk, dat is dus raar. Op mijn scherm kost die 151. Ja, jij zit in een heel ander land. Ja, maar dat zou het niet moeten uitmaken. Dat het hetzelfde moet kosten, of niet? Ik denk... denk dat je aan de linkerkant... Het is toch allemaal research? Ja. Jouw research aan de linkerkant. Want ik heb natuurlijk mijn distribution of leadership 1625. Ik denk dat je... Nee, dat zou daar niks mee te maken moeten...
Okay. Dit zijn gewoon punten, maar kennelijk kosten sommige tags meer dan. Misschien heeft dat te maken met practicals, dat zou kunnen. Ik weet niet. Hoeveel heb je nou nog over? 133. Even kijken, waar kunnen we dat aan besteden? Nou, niet aan bommen van de basic bombs. Het kan de medium bomb kan ik nog niet eens meer kopen. Kijk, wat er hier alles zakelijk is. Ja. Bij fighter kan je single engine aircraft dan nog. Welke? Single engine aircraft. Ja, nog net. Ik heb nog 3 punten over nu. Kijk, ja, dat is te mooi, dan kan je nog vliegvelden bouwen. Ja, die zijn wel handig, ja. Ja. Anders heb ik helemaal niks aan die research. Zo. Oké, dan moet ik nu mijn eigen tech tree afmaken. Logisch. Kijk, deze. We gaan het gewoon heel makkelijk doen, want dan hoef jij geen research te doen in fighter aircraft. Die kan je gewoon een licentie bij mij kopen en dan kan je gewoon met mijn technologies kan jij fighters bouwen. Oh. Is veel beter, lekker moderne fighters heb je dan. Dat is heel erg handig inderdaad. Mm-hmm. Ik heb een Skyrim video geüpload, zeg mijn iPad. Oké. Ja, klopt inderdaad, het is 10 uur geweest. Ha. Dus ik heb inderdaad... Wat? Doet hij dat automatisch? Ja, dat kun je instellen. Oh, oké. Okay. Tenminste, mijn YouTube live kanaal kan dat nog niet instellen, maar dat heeft te maken met hoe lang je al op YouTube zit en zo, en met het aantal video's, hebben we over gezegd. Ja. En dan krijg je uiteindelijk de setting van, wil je dit op welk uur en welke dag wil je het uploaden? Dus ik heb die Skyrim, die heb ik echt vorige donderdag of zo heb ik erin gesteld. Ja. Dus het is fucking handig dat het gewoon kan. Snap je. Alles tot en met aankomende donderdag zou geüpload moeten zijn al. Oké. Heb ik allemaal op hetzelfde moment aangezet met uploaden en het is allemaal gewoon klaar. Top. Ja. Wat zou er gebeuren als je die punten linksboven en niet zou besteden op dit moment? En dat je dan het spel mee gaat? Niks, dan heb je gewoon die punten niet besteed. Kan je ze daarna nog wel besteden? Want ze zeggen dat het onmogelijk is om nog op dit scherm terug te komen. Nee, die kan je niet meer besteden. Dus je moet dan basically alle researches echt aan het begin doen. Ja. Jezus. Ja, dat moet je niet willen. Dan loop je heel erg achter met alles. Dat is echt zo fucking erg. Ja. Ik zei net van de eerste aflevering zal nog 30 minuten duren, aangezien we dan wel, toen hebben we niet ineens de hele tijd al de research stuff en zo in ons gezicht gehad. We zijn nu op dit moment al 30 minuten bezig met die research stuff. Oftewel, eerste aflevering wordt 1 uur. Ik wil ook nog een stukje gameplay, echte gameplay hebben in die eerste aflevering. Even checken, die en die, ja. Niet nodig, helemaal toppie. Dan ga je ook gewoon licenties bij mij mogen kopen. Ja, ik wil wel een paar light cruisers, wat nevelbombers. Ja, is allemaal handig om te hebben natuurlijk. Ja. Je weet het hè, aan mij moet je die research gratis geven en bij mij moet je betalen. Nee, ik heb geen idee hoe dat werkt of je dat ook maar kan instellen. Dit zo en zo. Mag deze nog eentje omhoog? Oeh, we gaan eentje omhoog. Level up. Kijk. Deze ook. Industrie. Wat moeten we dan? Dan moeten wij doorgaan met het rampenplan. Rampenplan. Tja, mijn iPad heeft vandaag even een keertje geüpdate.
hele week lang, iedere dag om 8 uur 's avonds, wil je je iPad updaten? Nee, dat wil ik niet. Weet je wat ze hebben gedaan? Je iPad geüpdate. Nou, ik heb dat eigenlijk zelf uiteindelijk gedaan. Weet je, ik kreeg iedere keer mijn gezicht van, nee, dat wil ik niet, later. En dan krijg je gewoon de vraag van, wil je dat er tussen 2 en 4 en 8 gebeurt? Of vraag later opnieuw, maar je kan niet zeggen van, nee, vraag het gewoon totaal niet meer, ik maak het zelf al uit. Dat hebben ze ook veranderd. Eerst kon je gewoon altijd zelf zeggen, eerst kreeg je dan alleen de melding van, je kan updaten. En nu heb je het gewoon gedaan van, ja, nu moet je op een gegeven moment updaten. En nu krijg je dan iedere keer dat dingetje is vol. Ja. En ik wil dus nooit updaten. Op een gegeven moment liep ik 10 versies achter of zo. Ja, dat is ook hetgeen wat ik haat van Android. Want Android op mijn telefoon, ik heb geen idee hoe de fuck ik dat moet uitzetten. Maar die update ook automatisch. En die geeft helemaal niks aan als die gaat updaten. En apps die updaten automatisch op mijn telefoon, dat vind ik ook hartstikke kut. Begrijpelijk. Want ik wil wel weten wat ik update voordat het iets doet. Want ja, leuk als die Android update. Voor mij maakt het niet uit of die Android update of niet. Ik kan gewoon mijn spellen kunnen doen. Zonder problemen. Dat is belangrijk. Zo, één update van Apple zit ik op te wachten. Op het moment dat je standaard apps van je device af kan halen. Want dat kan ik momenteel nog niet. Oh. Ja, dat zou, met een update zou je dus bijvoorbeeld kaarten en zo kunnen weghalen. Ervan. En bijvoorbeeld zoek iPhone. Die zou je dan weg moeten kunnen halen. Ja. Maar er is een update, die moet nog altijd komen. Oké. Okay. Maand geleden begonnen ze erover. Hij is nu, die update is er nu nog niet. Nog niet, joh. Het enige wat ze doen is bugfixes waar ik niet eens last van heb. Dat zijn letterlijk, mijn iPad is, ik weet niet hoeveel jaar oud, 4 jaar of zo. Hij is een beetje kapot. Maar hij doet hem toch perfect. Beetje kapot, maar ja. Ja, links onderin is hij open. Hij is een keertje van mijn bureau overgevallen. Oh. Ik denk dat ik er bijna ben. Ik ben ook al nog mezelf even hier op confirm zet. Is je goed? Ja, ik hoef toch niks meer aan te passen. Nee. Als het goed is. Oh, degene die kijken, als die echt iets hebben van, Drew, je hebt het helemaal verkeerd gedaan, dan heb ik ook iets van, ik wil het ook alleen maar leren. Mm-hmm. We spelen trouwens met welke mods? Spelen met wat? Welke mod? Er was toch één mod die we gebruikten? Ja, tweak mods, dus die heb ik zelf gemaakt. Ah, oké. Okay. Dus, we gaan het heel simpel zeggen van, zorg ook dat je tweak mods hebt. Het is een geweldige mod, ik snap er niks van. Je weet niet wat erin zit. Daarom gewoon downloaden, gewoon gebruiken. Ik denk dat het een goede mod is. Die is niet online verkrijgbaar. Oh, oké. Okay. Dus, dikke lul 3 hier. Drew lult uit zijn nek. Ja, zoals altijd. Inderdaad. Dus voor degenen die die mod willen, dan fuck you. Fuck you en fuck you en eat fucking shit. Misschien in de toekomst, als ik er zin in heb. Als je er zin in hebt. En we weten niet wanneer het is. Nee, waarschijnlijk nooit. Zo, maar ik ben al klaar hier. Hey, mooi zo. Oké. Volgende keer. Ik snap er niks van. Ja, dat is je leger, hè? Dat is je land met je leger. Ik haal mijn muiswieltje omhoog en ik scroll naar achter. Oké, goed. Ja, dus inscrollen en uitscrollen. Ja, maar ik scroll dus mijn muiswieltje naar boven. Dat betekent normaal is ook één game die moet inzoomen. En nou, hij zoomt dus gewoon compleet uit. Is dat zo? Ja, mijn muiswieltje is kapot. Oh. Ik moet gewoon rechts onderin de plusje en het minnetje gebruiken. Of page up en page down.
Hallo, page up. Page oh nee, het hoort zo. Nee, ze staan inderdaad andersom voor elkaar bij mij dus. Dan page up is naar achter, is uitzoomen en page down is inzoomen. Oké. Okay. Goed, ik snap er niks van. Oké, okay, ziet je leger? Ja. Je kan selecteren door een vakje om ze heen te zetten. Ja. Nou, wat je mag doen. Maar waar is mijn leger gebleven? Is al. Oké, okay, wat moet ik doen? Al die command en zo. Al die command, hè? Zo. Oké, okay, dus je hebt je divisies, dat zijn je soldaten. Dat is de laagste vorm. Ja. Dan aan je vrienden, zo. Klik er maar eens op, vriendje. Dan zie je van, zie je ook dat witte vierkantje met die drie diagonale. Twee diagonale lijnen doorheen, dat is infanterie. Gewoon standaard NATO ding om infanterie aan te duiden. Oké, okay, ik snap het daar nog niet eens meer. Op de grens heb je op een van je divisies. Kijk, als je die ziet, dan hebben die ook twee kruisjes boven een witte vlak, ja? Twee kruisjes boven een witte vlak. Ja. Niet naar rechts zoomen, ik wil gewoon zoomen in. Nee, maak het dan niet nog iets slechter te zien. Ik wil gewoon in, god. Oké, okay, ik zie het nu. Ik heb er eentje met twee kruisjes. Ja, oké. Okay. Nou, dat is dus een divisie. Dat is de ene laagste. Eentje lager, dat zijn dus... Als je daarop klikt, dan zie je dus... dat daar een aantal brigades zitten daarin. Twee brigades? Ja. Kijk, okay, dat is minimaal nodig om één divisie te maken. Oké. Okay. En een brigade, die heeft dus één ster boven dat witte vlakje. Boven dat vlakje met het kruisje. Ja. Vlakje met kruisje, dat betekent dat is een infanterie unit. Want als je klikt maar eens op build en dan brigade attachment. Ja, oh shit, wat is dit? Kijk, dan zie je de hele lijst met wat alles is. Infantry, cavalry, militia, oké. Okay. Dus welk voornamelijk hebben ze infanterie? Dat is je gefocust bent en je kan ook light armor bouwen. Daar heb je ook een paar tags in. Ja, klopt. En als goed kan je ook mountain en alpini. Dat zijn jouw special units, de alpini. Die zijn nog beter in de bergen dan mountain. Alpini? Ja. Ik zie ze niet. Zie je ze niet? Ik zie alleen mountain. Alleen mountain. Heb je niet zo'n infanterie vlaggetje met een sterretje in de linkerkant? Ja, ik wel. Kan ze weer niet bouwen. Oh, die kan je niet bouwen? Ja, dat klopt. Want die heb je er al een paar, als het goed is. Die zijn gelimiteerd aan de hoeveelheid van je totale leden. Ik heb dus hier... Ook, 20 of zo, die brigades, kan je er één van die bouwen. Drie aden, Divisio, Alfina, Julia. Wat zeg je? Met twee RGT opinies. Oké, okay, ja, twee, ja, die namen die zijn in het Italiaans, omdat jij Italië speelt. Oh, leuk. Je hebt Italiaanse benamingen in de units, maar als jij HQ's bouwt en zo, dan is het gewoon allemaal wel in het Engels. De rest is allemaal in het Engels. Ah, oké. Okay. En ze gebruiken de namen, die staan dan in zo'n filetje. Maar je moet gewoon naar die icoontjes kijken en dan weet je precies wat het is. Nou, ik kan dingen weten. Als je niet weet, dan kan je bij beeld kijken wat het ook alweer was. Ah, oké. Okay. Makkelijk, hè? Ja. Nou, beeld en dan brigade attachment. Ja.
Goed, ik heb best wel wat land units. Ik heb heel fucking veel naval units, zegt hij. Ja, dat is belangrijk, want je roept je zeker om jouw landen. Even uitzoomen, want ik zie het allemaal niet. Ja, ik ben fuck. Nou ja. Zo, wat een mooie zee is dat omheen, zeg. Wat heb ik voor land? Ja, een slurfland. De middelland. Maar aan de laars, hè? Mooie laars. Oh ja, nou. Lijkt eerder een hak. Een hak. Ja, een laars met een hakkie. En een puntneus. Dat is belangrijk met Italië. Kijk, als je kijkt naar vanaf links naar rechts, dan zie je een enorme neus te zitten. Ja, dan zie ik. Een soort gezichtje. Een oog met een traan. En om mijn neus. Links naar rechts kijkt. Ja, je hebt toch. Je hebt toch die laars. Er zit toch een enorme buiging in aan de linkerkant. Ja. Nou, dat is dus die neus. Dat is de neus. De neus duwt in die laars in principe. En dan zie je als je heel snel naar links gaat. Zie je een oogje met een traantje erom. Ja, zie ik dat. En die traan hoort ook bij Italië. Traantje zie ik niet. Ik weet niet wat je bedoelt. Als je aan de linkerkant heb je toch dat soort met oogje met eronder nog dat andere dingetje. Dat bovenste dingetje is van Frankrijk en datgene eronder is van Italië. Oh, je bent daar. Kijk. En dan het gezichtje. Linkerkant. Bij Oristano heet die provincie. Ja. Ah, oké. Okay. Dat is een traantje. Een traantje? En daarboven zit een oogje. Van daarboven zit het oogje. Dat is Frankrijk. Dat is het oogje en het traantje van het gezichtje waar die neus bij hoort. Oké. Okay. Ik zal mijn edit wel aanpassen. Dus zal ik wel eventjes een gezichtje neerzetten op de manier hoe ik het bedoel. Dan laat ik het je wel gewoon zien. Dan laat ik je ook zien wat de fuck ik zie. Wat? Maak er maar een mooie tekening van. Ja. Zie je mij echt, zie je mij gewoon zo'n screenshot sturen van Paint? Ja. Deze bedoel ik. Ah, oké. Okay. Ja, en dan zie je echt zo van. Zie je echt gewoon zo'n oogje en dan staat er in Frans. Zie je dat taartje? IT. Grappig, ik ga het ook heel simpel zeggen. Ik ga niet heel Italië neerzetten. Ik heb geen idee hoe je het spelt. Ik weet niet wie Italia spelt, maar Italië. Weet ik veel. Weet niemand. Nee, gelukkig niet. Ja. Ik heb wat belangrijke aanpassingen voor mijn game. Ja, ik heb geen idee wat ik moet aanpassen nu. Ja. Nou, wat jij moet doen is ook HQ's moet je maar even verwijderen. Want jouw commandstructuur... Dus dan klik je op zo'n HQ en dan zie je daar een rood kruisje. Staat er dan aan de rechterkant. Nee, ik zie niks. Zie je niks? Er staat toch een rood kruisje hoor. Je moet wel selecteren, hè? Ja, ik klik erop en dan wordt hij kleiner. Kleiner? Ik klik op het dingetje, dan wordt hij kleiner. Nou, hij moet groter worden. Oh ja, nou is hij groot, hè? Dan, wat moet ik dan doen? Rode kruisje. Hoe is het een kruisje? Dit is Benjamin, aan de rechterkant, bij die twee pijltjes. Twee pijltjes. Ik zie niks. Goed geselecteerd. Echt geselecteerd? Er komen vijf lijnen vanaf. Er komen vijf lijnen? Ja, nou dat is dus een dingetje. Oh, maar je hebt de grootste geselecteerd, denk ik. Die met zes sterren, zes kruisjes erboven. Ja. Zeven kruisjes, ja. Ja, dat is de grootste. Die kan je niet verwijderen. Je kan alleen de HQ's die verwijderen.
Je moet er eentje met minder kruisjes zoeken. 4. 3 en 4, die zijn goed. Die mag je verwijderen. Oké, okay, ik zie het nog geen kruisje. Geen kruisje? Goed is. Dus er staat, als je erop klikt, dan zie je de naam van de unit. En dan je hebt een fotootje van de generaal. En dan daaronder dan staat er dat hij geen orders heeft. No order. En dan daaronder heb je een hele balk met allemaal knopjes. Oh, disband unit. Ja, die. Weet je wat ik dacht? Nou? Dat je ergens aan de rechterkant van mijn scherm bedoelde. Oh, nee joh. Ben die gek? Ja, ik ben gek, ja. Dus alle 3 en 4 moet ik disbanden. Ja. Hé, maar Q is compleet verdwenen. Hij heeft er zelfs geen gewone groep van gemaakt. Nee, hij verwijdert hem nu. Dat is de bedoeling. Ah, oké. Okay. Mag je daar even nieuwe maken, hè? Maar dan met een goede structuur eronder. Want als Italië begin je dan met één zo'n HQ, dan kan je 5 units kan je daar eronder zetten, hè? Alleen Italië begint dan met 1 of 2 maar eronder. Is het beter allemaal verwijderen en dan kan je makkelijker sneller maken. Oké, okay, ja, nou snap ik hem. Dan, want je hebt niet zo heel veel goede generaals als Italië, dus daar moet je maximaal gebruik van maken natuurlijk. Ja, dat altijd. Ja. Italië is ook maar zo groot, helaas. Ja. Het zijn meer losse gebieden dan één vast gebied. Nee. Dat maakt Italië zo groot. Ja. Dus ik heb geen idee of ik nou zometeen alles op weg ga of niet. In het traantje zit niks. Oké, okay, mooi. Bovenste gebied heb je een paar grote AQ's, maar that's it dan ook. Ja. 5 sterren niet weghalen, toch? Nee. Oké, okay, mooi. Heb je hier nog een heel groot gebied? Die moet ik even uitzoomen, anders zie ik geen MT-bus. Nou, je hebt ook troepen in Afrika, in Ethiopië, maar die mag je wel gewoon heel laten. Die zijn wel oké, geloof ik. Maar kijken waar Ethiopië ligt. Ja, ik heb er 3 daar, toch? 3 AQ's. Ethiopië. Ja, ik weet niet precies. Ik speel nooit Italië. Volgens mij heb je hebt een heel leger daar in Ethiopië, want je begint al in oorlog met ze. Dan mag je ze gelijk overnemen. Ik heb een stuk of 4 HQ's. Daar. Ik heb 2. Ja, maar die zijn goed. Die mag je gewoon laten zoals ze zijn. Oké. Okay. Dat zou hoop moeten zijn. Ik heb iets van. Ik heb 4870 IC-punten. IC days points. Oké. Okay. Ja, die heb je nog over. Ja, blijkbaar. Ik weet niet wat je ermee kan. Ja, daar kan je dingen mee bouwen. Oh. Kijken wat je leuk vindt om te hebben. Hé, hey, deze is een goed advies. Niet kijken wat handig is, maar wat leuk is. Ja. Tuurlijk, jij helpt me toch al uit de panarie als er iets komt. Een rood leger om jou te helpen. Expres gedaan. Ik wil bergen bouwen. Daar kan ik je niet mee helpen. Ik wil infanterie. Of militia. Of cavalry. Voornamelijk infanterie. Militia is niet zo heel sterk. Armored car? En armored car bijvoorbeeld, dan moet je een bouwen. Hoeveel? Zeg je build division, zeg je light armor of panzer, ik weet niet hoe dat in het Italiaans heet. Brigades to build. Ja. Het
1000 punten kan je niet zo heel veel mee. Ik heb 4870. Oké. Okay. Dan, als je dan iets bouwt, dan moet je het maar even als reserve bouwen, want dat is goedkoper. Dus dan kan je meer dingen bouwen. Ik moet even bedenken wat ik nodig heb. Hoeveel auto's lijkt het handig om te bouwen? Hm? Als ik 2 auto's bouw, ben ik al direct door 1200 punten heen. Ja, die zijn een beetje prijzig. Ik ga even eentje voor nu. Een beeld en dan wil ik gewoon infanterie erna hebben. Hoeveel infanterie zal ik neerzetten? Zoveel je kan bouwen. Doe je nou een divisie of attachments? Brigade attachment. Meer even kijken, moet je even een paar divisies kijken of ze artillerie bij hebben. Want dan kan je het beste, kan je dan wat artillerie attachments maken en dan bij je infanterie doen, dan zijn ze veel sterker. Infanterie, die heeft 2 brigades en een 4 allowed. Ik snap het allemaal direct niet. Kijken. Ik snap het allemaal niet, ik zie niet wat en hoe. Als je een divisie selecteert, dan zie je het schermpje dat je dan krijgt, dan zie je hoeveel brigades die heeft en dan zie je wat erin zit. Oké. Ik heb net een feintje geselecteerd. Hij heeft 2 infanterie erin zitten. Oké, nou die kan je dan bijvoorbeeld een artillerie attachment geven. Dan wordt die sterker. Dus kan je die bouwen en dan moet je die dan op dezelfde provincie zetten en moet je die 2 units allebei selecteren. En dan krijg je gewoon door even een vierkantje eroverheen te slepen. En als daar meer dan die 2 units zijn, dan moet je even shift ingedrukt houden en dan 2 units moet je zeggen select welke je wil hebben. Laat je shift los en dan heb je alleen die 2 geselecteerd. Oké, ik snap het nu nog steeds niet. Dus ik heb 2 infanteries. Ja, 2 infanteries. Dan ga je naar Build Brigade Attachment, bouw maar eens een artillerie als reserve. Een checkbox als je wil bouwen. Ja, wacht even, ik mag gewoon eventjes 1 brigade te beelden van maken in plaats van 24. 22. Beeld. Ja. Nou, heb je linksboven schermpje waar je allemaal wat je allemaal gebouwd hebt. Nou, er staat alleen dat ding in natuurlijk. En je armored car misschien. Ja, armored car staat er ook. Ik heb hem net neergezet, maar ik zie niet waar die gebleven is. Maar klik maar eens op je artillerie en dan zet je die op dezelfde provincie neer als die 2 infanterie mannetjes. Ja, ik heb de artillerie net op die neergezet, maar er gebeurde dus niks. Als het goed is, staat hij nog steeds in je lijst dan? Van plaatsen. Oh nee, ik zie het al. Nee, hij heeft ze niet bij elkaar neergezet. Nee, want je moet ze, zet ze gewoon apart neer, maar dan moet je ze allebei selecteren. Ja, hij heeft ze over elkaar heen geplaatst. Ja. Maar als je zegt gewoon hup, sleep, dan heb je al die units in die provincie. En als er maar alleen die 2 zijn, dus heel makkelijk, dan druk je op G van group. Dan zitten ze samen. Ah, oké. Okay. Nou. Dat is een 2 infanterie met een artillerie is veel sterker dan gewoon 2 infanterie. Dus moet ik het even overal doen. Dat is zo makkelijk. Om te beginnen, voor een beginner is dat het wel het beste om te doen. Heb je gewoon een heel goede sterke unit die wees een. En ik heb hier mijn units. Die zijn klaar. Natuurlijk een legertje van niks hier, ja. Meer nodig. Dat is
Zo. Zo. Zo, hoppakee. En dan heb ik nodig... Ik heb hier een groep met twee opinies. Ja, kijk. Nou, daar wil je bijvoorbeeld geen artillerie aan toevoegen, want kanonnen de berging in slepen is natuurlijk heel moeilijk. Ja, die moet je niet in slepen. Nee. Dus die moet je gewoon van loslaten. Dat zou gewoon puur opinie zijn. Dat zijn speciale units, net zoals Mountain. Die heeft dan bonus ook in de bergen. Moet je ook gewoon alleen Mountains in één divisie doen. En kan je ook nog Mariniers, kan je ook bouwen. Maar die heb je nog niet geunlocked. Maar als je die hebt geunlocked, die moet je dan ook gewoon alleen met elkaar houden. En hetzelfde voor parachute troopers. Hoe noemen we dat in het Nederlands? Jagers. Dat zijn gewoon, dat noemen we superhelden. Met een cape. Superhelden. Ja. Cape die ze gebruiken die om naar beneden te... om een beetje rustiger mee te zeilen. Ja. Kijk. Dat noem je dus gewoon Mogolen die niet weten wat ze doen. Kijk, die ze hebben van... Ah! Oh, je denkt, well, op nog twee, hoppa. Zo en zo. Oké, havens zijn verdedigd. Je hebt vliegtuigjes. Dan moet ik nog de andere dingetjes bouwen. Even kijken, deze. Zo. Show build. Attachment. Build. Build. Dan mag ik nog eentje maken. Build. Ga jij hier naartoe? G. Zo. Oh, kijk, twee punten over. Nou, ben ik klaar. Ik heb nog 402 punten over, maar ik kan niet meer van die dingen maken. Oké. Dan moet je wat convoys maken. Oké, hoe doe ik dat? Die staan onder die bar van hoeveel punten je nog hebt, dan zie je koontjes van twee schepen. Die linker is een handelsschip en die rechter is een escort. Dan moet je die linker moet je maar even je punten aan opmaken. Buiten de strike convoy, oké. Okay. Ja. Als je dan shift doet, geloof ik, doe je de 10 tegelijk. Ja, ja, 10 lukt dan niet eens meer. Ik kon er letterlijk net 9 bouwen. Ik heb 2 punten over. Nou, kijk. Nou, zeg je klaar. Oké. Zo, dan beginnen we in de Eggie. Ja, we zijn een uur bezig met het allemaal. Dus de eerste aflevering duurt niet eens een uur. Nee, de eerste aflevering gaat nog langer duren. We zijn wel echt heel erg bezig met het allerlei te rekken voor de eerste aflevering. Mm-hmm. Nou ja, mijn best. Jouw best. Is toch maar een video. Stel maar een video op mijn kanaal dus. Mm-hmm. Goed. Ik snap er niks van. Mm-hmm. Je moet even je geld moet je in de gaten houden. Wat? Je centjes, je money, je poen, je bling bling. Hoe moet ik die indouwen? Je moet je even in de gaten houden. Hè? Ga even naar politics, tapje. Ja. En dan bij training laws,
Training laws. Advanced training. Advanced, ja. Die willen we zo snel mogelijk naar specialist hebben. Maar dat kost geld. Zoveel heb je geloof ik nog niet. Ik heb geen idee. Ik weet niet wat dat is. Er staat een dollar teken. Dollar teken? Ja, helemaal bovenaan je scherm. Dollar teken. Ik heb 18. Ja. Ik heb 18 dollar. Ja. En dan staat er bij training loss, staat achter specialist training, staat er tussen haakjes, staat een bedrag. Zoveel moet je 25,8. hebben. Ja, dus dan moet je even wachten. Net als ik. My money. Ah, oh, onze oorlogseconomie gaat 25% minder snel. Ah. Oh. Ja, we gaan dadelijk oorlog gaan voeren. Dan kan die... Ging hem ook. Ik heb Franse Mongolen links van mij. Ze staan tegen mijn grens aan te douwen. Hey Fransen, flikker eens op. Ja, leuk dat jullie ook jullie albino's hebben, maar... Deuce, diplomatic influence is being used by us on Germany. To make us to drift towards their faction. Okay, my best. Stop er niks aan. Ja. Wat betekent dat? Dat ik mijn leadership punten om jou naar mijn factie toe te drijven, dus naar de Axis. Ah. Dan kan je dadelijk sneller joinen. Dan krijgen we een bonus. Kan ik er wel dingen in smijten dat ik erbij kan? Ja, ik geloof. Kijk, kan je neutraliteit verlagen? Ik weet niet. Dat is een goede vraag. Nee, ik denk het niet. Ah. Nee, helaas pindakaas. Oh shit, ik kan dus blijkbaar... Sense by priority kan ik dus op 3 zetten. Wat kan je doen? Ik zit even in de intelligence tab. Ik kan blijkbaar spice op jou neerzetten. Ah. Doe ik weer eventjes niet, want ik zie dat jij counter-espionage hebt. Dus jij betekent, ja. Dus dat betekent dat jouw spice mijn spice kunnen neerhalen. En ik heb maar 2 spice en die wil ik even niet kwijtraken. Weet je wat? Wat het hele handige is? Nou. Waar zit de factie waar ik tegen strijd? De Allies en de Committer. Nou, de Allies in Frankrijk en Engeland voor Lu. Die zit allemaal links van je. Ja, ik... En onder je natuurlijk, want Frankrijk die heeft het linker deel van Afrika en Engeland heeft het rechter deel van Afrika. Jij zit in het midden. Die groep die mij aanvalt, hoe heet hun? De Allies. Vallen hun mij aan? Ja. Oh, wie jou nu aanvallen bedoel je? Ja. Dat is Ethiopië. Waar zit die? Die zit de rechterkant van Afrika. Ja, maar hoe kan ik ze vinden in mijn in de allies en dingetjeslijst? Oh, in de diplomacy of intelligence stap? Dan moet je zeg je gewoon Afrika en dan al. Ah. Jezus, we hebben 6 spies. Ja, je valt ze binnen, dus dat is wel mooi. Hun hebben 6 spies gewoon actief. Ik heb zelf 2 spies. Nee, je kan in het tapje niet zien hoeveel spies ze naar jou hebben gestuurd. Nee, maar hun hebben... Oh, wacht. We currently have 6 spies in Ethiopië. Oh, nee. Oké, nou snap ik het. Hun counter-espionage is 4. Hun zit op... Oh shit. Weak tech. Nuclear bomb making. Hun strong tech zijn militia theory.
Ja, maar het is niet interessant om allemaal te kijken. Het is dat ik het toevallig zie. Ja. Maar gaan we eens even naar technology. Dan kunnen we even tekst die we nodig hebben toewijzen aan de research queue. Oké. Dus, sorry voor degene die in de eerste half uur een probleem had met alle research en doet nou weer. Als je het wil zien, komt er nu iets in. Als je wil zien hoe het zit na deze research, klik dan naar het dingetje wat in je scherm komt. Als ik dat al ga doen, waarschijnlijk niet. Denk ik gewoon in de video een klein dingetje, dan is het van skip naar minuut, dit en dit. Maar ja, dat je het wel zelf mag doen. Mm-hmm. En niet via zo'n linkje, dat doe ik allemaal niet. Nee. Daar heb ik geen zin in. Geen zin in. Kost mij te veel tijd. Precies. Al die dingen aanmaken ze trouwens kut hoor. Ja? Als je onderzet van wat waar moet komen, dat is fucking kut. Oké. Je moet alles precies neerzetten, dat werkt gewoon niet voor mij. Ik heb geen idee joh. Nee, je moet maar eens een keertje account eventjes heel snel aanmaken en nog even een video onder verborgen uploaden en dan kan je al die dingen aanpassen. Dan moet je maar eens kijken hoe vervelend dat is. Oké. Ja, of je moet het leuk vinden om te doen. Ik niet, toevallig. Ik weet niet. Misschien wel, misschien niet. Ik vind het leuker om video's te maken en om gewoon te recorden. Ja. Het renderen vind ik vervelend en het uploaden, nou ja, het ligt aan mijn internetsnelheid. Mm. Als mijn internetsnelheid kut is, dan vind ik het uploaden ook kut. Ja. Ja, dan duurt het 3 keer langer. Dan ben ik dadelijk 5 uur bezig op de video van 5 minuten. Streamen vind ik ook leuk. Weet je waarom? Nou? Dan hoef ik niet de video te bewerken. Nou, dat is wel makkelijk. Dat is wel lekker makkelijk. Tuurlijk, dat is hartstikke makkelijk. Ja, behalve natuurlijk als ik het als een video daarna nog maak, als een standaard video. Op het gewone kanaal, zoals die Watch Dogs. Ja, dan moet het wel inderdaad. Ja. Oké, wat is een research die ik nodig heb? Jouw sterke punten moet je verder uitbouwen. Dus, en wat je nodig hebt natuurlijk. Gaan wij eens even bij ISP Industrie tapje. Ja. En radars? Al staat er bij Education. Dat hadden we ook weer toegewezen. Drie. Nee, welk jaartal? 1941. Nee, die gaan we dan nog niet researchen. Dat duurt een beetje lang. Ik denk dat je wel Industrial Production en Efficiency, die kan je wel omhoog doen. Het zal op 1936. Ja. Die moeten naar? Ja, die moet je gewoon aanklikken dat die gaan worden geresearched. Ja, maar ik bedoel naar welk level uiteindelijk? Ja, zo hoog mogelijk. Dat is gewoon, dan kan je meer dingen bouwen, hè? En efficiënter. Die zijn belangrijk. Oké, je kan ze in principe alleen maar allebei één keertje omhoog zetten. Ja. Ja, als ik gewoon zeg van deze moet geresearched worden, dat is wat we nu doen. Dus je kan niet zeggen van we gaan naar dat level? Nee, dat moet je zelf in de gaten houden. Dat is pijnlijk. Nee hoor, tijd zat. Ja. Supply production moet je ook maar even aanzetten. Supply production, maar. Super handig. Maar. Rechterkant. Supply production stond op 1938. Ja. Staat hij bij mij ook, die is makkelijk te researchen. En hoe hoog stond agricultuur ook alweer? 1940. Nee, doen we nog niet. Je mag later. Hoi, maatje, gaat het aankomen. Capital. De captainship is heel belangrijk. Staat er nog iets op 1936 bij Battleship? Battleship anti-aircraft dingen. Nou, dan zet je die aan. Oké. Right. Bij escorts, bij je light cruisers, staat er ook nog iets wat gedaan kan worden onder 1936? Anti-aircraft armament en cruiser main armament.
1936-1934. Ja, nou, doe die allebei. Mijn research is dan wel, ik heb 6 nodig en ik sta maar op 4.22. Ja, maar je hebt in totaal heb je 16, dus dat is helemaal goed. Dat toch jouw meeste punten in research stoppen. Ik heb er niet aangezet ervan, dus gewoon even op niet klikken en dan pakt automatisch wat hij nodig heeft. Ja. Dat is wel een hele andere, die krop. Mm-hmm. Hoef je tenminste zelf niet helemaal in te stellen. Oké, dan gaan we naar land. Ja, ik heb inderdaad een mooi land. Mobile Warfare, oeh. Ja, ik denk wel leuk. Nou, je mag nu punten investeren in technologies die je al hebt geresearched. Dat zijn de belangrijkste en die nog die van 1936 zijn. Dat is wel belangrijk. Dus, Delay Doctrining, Operational Level Command Structure, Infantry Warfare, Mass Assault, Operational Level Organization, Assault, Concentration, en dat zijn ze allemaal. Oké, mooi. Hoeveel punten hebben we nu al gebruikt? 12. 12, oké. Kijk, 9. We kunnen er nog 4, laten we zo zeggen. Nee. Ja, nog 4. Bij R, gaan ze naar R? Ja. Hadden we daar al iets gedaan? Nee. Ik dacht het niet. Dan maar NEV Pilot Ground Crew Training. Ground Crew Training en Pilot Training van de NAF. Gedaan allebei? En Naval Strike Tactics, doe die ook maar. Dat is dus voor de convoy raiding, dat is wel belangrijk. We hebben nog 1 punt over. 1 punt over, dan zeggen we... Doe maar Fighter Pilot Training. En Ground Crew Training ook. Dan, Fighter pilot training en ground group training. Waar is het ground group? Ground crew training, eentje eronder. Goed, ik zit nu op 17, ik heb maar 16,88. Is niet erg, degene die het eerst wat geresearched wordt, dat komt dan onderaan de queue te staan. Dus je kan mooi queuen wat je wil hebben. Ah, oké. Okay. Dat is wel mooi. Eens even kijken. Dat. Oké, ga eens naar infanterie. Waar staan jouw small arms en die andere 3? Wat zijn die? 1936 allemaal. Oké, nou doe die ook maar alle 4 aanzetten. Dat zijn mijn militia small arms in ieder geval. Nee, je moet die van de remmen, die van de gewone small arms. Die zijn ook allemaal op 1936. Ja, nou, die moeten gerezen worden. Militia maakt niet zoveel uit nu. Ah, oké. Okay. Oké, okay, mooi mooi. Nou, dat zijn we op technologies voor jou voor nu. Oké. Okay. Zo eens even naar productie. Oké, okay, daar kijk ik nu. Hoeveel IC heb je beschikbaar? 98. Nou, dan mag je wel wat gaan bijbouwen. Dus dat productieschermpje, dus heb je zo'n fabriekje als tapje. Convoys, escorts, anti-aircraft guns, industrial... Oké. Okay. Ja, doe dan maar 20 om mee te beginnen. Serial of parallel? Parallel. Het kost, ik weet niet, hoeveel kost dat voor jou? 76. 76, oké. Okay. Build time, 277 dagen. Ja, dat duurt ekjes. Maar je maakt niet uit, want je hebt genoeg troepen om oorlog mee te winnen die je nu aan het voeren bent. Start production. Dus die wordt nu gemaakt. Ja. Die zijn dan binnen dit jaar nog klaar. Dus mooi, dan heb je 20 extra IC. Haha. Oeh. Ja, dat is wel lekker. En dan moet ik nog hoger uiteindelijk. En nog hoger. Oké,
Ik heb wat van deze nodig. Deze. De practicals moeten omhoog. Ik bouw nog wat fighters erbij. We gaan ook Nederland overnemen, hè? Ja, die klote Hollanders, die gaan gewoon lekker dood. Nou, heel Amsterdam plat bombarderen. Plat bombarderen. In plaats van Rotterdam gaan wij Amsterdam bombarderen. Ja. Dus in principe alternate history. Ik weet niet, ik denk dat ik het gewoon intact ga overnemen. Ja, oké, okay, maar dat je wel de eerste bommen moeten vallen op Amsterdam. We willen wel eventjes een alternatieve history hebben. Ik zal mijn best voor je doen. Ja, en anders zorg je er wel dat je wat koeien scheid naar ze toe smijt. Werkt ook. Oh ja, diplomacy. Wacht even. Hoe kan ik mijn manage settings hier? Zijn mijn message settings? Nee, die heb ik niet nodig. Ik wil even mijn controls een klein beetje aanpassen. Mm. Ja, ik wil geen screenscrolling hebben. Screenscrolling werkt voor mij gewoon... het is te sterk, het screenscrolling. Oké. Okay. Ik ook de bouwtjes toetsen wel als ik wil scrollen. Control, scroll, speed, ja. Ja. Wat betekent resign? Dat betekent stoppen. Design. Stoppen niet mee. Oké, game options. Oké, game options. Controls. Scroll speed. Uit. Apply. Oh nee, dan scroll je een heel stuk slow. Maar nee, oké. Dan gebruik ik gewoon mijn muis voor het aan weer. Ja, het ging echt gewoon van heen en weer dat ik met mijn muis deed in de eerste instantie. Oké. Okay. Maar dan mag je onder het diplomacy tappie. Diplomacy? Zet ja. Je gewoon automate trade, zet je dan maar even aan. Dat kan de AI heel goed. Oké, okay, gedaan. Dat scheelt een heleboel schrik irritante berichtjes. Oké, is goed om te weten. Ja. Tot, ik ga natuurlijk eens een keertje mijn vrije tijd moeten spelen. Ja, oefening bij kunst. Iedere keer afgemaakt worden. Oh, het is een heel leuk spel. Het is ook niet zo heel moeilijk. Je kan de moeilijkheid ook omlaag zetten als je wil. Maar bij productie, we gaan eens even wat dingen... We hadden nog wat IC over, toch? Ja, we 98 zal ik. Ja, totaal. Dan gebruiken we 77 of zo. 79. Ja, snel een beetje over. We gebruiken 79 in productie. We gebruiken actueel bij upgrades, reinforcements, needs, production, consumer goods en alle landleach. Alles bij elkaar gebruiken we al te veel. Oké, maar dat is niet erg. Ik heb wel even gewoon op productie gezet, zodat dat tenminste goed komt. Maar rechtsboven in het schermpje, dan zie je ook weer pijltjes. Manual control, priority reinforcement, ja. Zet maar upgrade. Op prioritize reinforcement. Oké. Okay. Nee, we hebben 3,9 in reinforcements nodig en hij tussen 3,09 en hij stuurt 6,09. Dat is een belangrijke. Je hoeft verder ook geen zorgen over te maken. Ik zeg gewoon zo en zo. Ik heb ook wel veel consumer goods, zeg. Oei, oei, oei. Maakt niet uit. 3,92 gebruik ik. Ja, bij mij staat die hier op 52,8. Volgens mij gaat hij nog omlaag als we van pauze afhalen, dat is goed. En toen eentje omhoog, zo. Ja, dan hebben we dat gedaan, technologies, politics. Ja, dat is goed, gaan we spellen. Spellen? Kijk, zo dan. Hey, we zijn aan het spelen. Dan,
scroll speed is wel sterk, ja. Ja hoor, jij wil die bouwen. Schot. Oh, ho, 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 ho. Oké. Okay. Hugo. Zeg dus. Minister of Security, Guido, Bifinazzi, Guide, Reports, Province Lost. Nou, dan zeg je go to. Go to? Go to. Weet je welke provincie is verloren? Oh ja, Ethiopië, waarom ben je in oorlog? Klopt. Nou, dan zou ik zeggen... Help, 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 ik verlies mijn scheid. Nou, heb je daar troepen? Ja, drie. Drie. Wat voor troepen? Infanterie, militia? Inzoomen. Ik heb... Militia. Militia. Wat heeft de vijand? Heeft hij ook militia? Infanterie. En militia. En militia. Hun hebben twee militia en één infanterie. Oké. Okay. Nou, mag jouw troepen... Is dat alles wat je aan die kant van Afrika hebt? Ik heb één HQ van drie. Ja, die is niet interessant. Ik heb één militia van drie mensen. Drie brigades. En ik heb een andere militia van drie brigades. Dat is alles. Oké. Okay. Als je even een stukje naar boven scrolt, naar het noorden. Als het goed is, staat daar een heel leger klaar. Ja, maar ik heb een Franse lul ertussen staan. Is dat zo? Ja, die staat aan mijn border uit zijn neus te vreten. Ja, maar daar ben je niet mee in orde. Dit zijn drie HQ's hè, die hier staan. Ja, dus. Dat is een heel leger, klopt dat? Ik heb geen idee. Goed, is wel. Een stukje naar het noorden. Misschien kan ik even wat verder uitzoeken. Misschien dan wat meer zie. Nee, in die provincie zou je goed is. Wacht even. Ga eens naar game options. Dan video. En dan zeg je... Counter dist. Zeg je de slide helemaal naar rechts. En apply. Ja, counter hierarchy scale ook helemaal naar rechts. Wacht even, counter hierarchies? Hierarchy scale, ja. Slide apply. Ja. Oh ja, nou zie ik inderdaad wel weer mensen onder de HQ staan. Dus door even een vierkantje eroverheen te slepen, kan je ze allemaal teren. En dan kan HQ je... weghalen. Ik wil die niet. Dan hup, de rest. Ja, met HQ kan je niet aanvallen. Die zijn slechter in. Nee, maar deze HQ's mocht je laten staan, had ik gezegd, hè? Deze mogen gewoon blijven. Ja, klopt. Ja. Dus, nou, dan zeg je wat, pak je een paar troepen en dan zeg je aanvallen! En dan kan je met shift-klik, shift richting muisklik, kan je zeggen van, kan je ze een volgorde geven van, is die, dan die, dan die, dan die. Dat is wel makkelijk. HQ, jij moet niet meelopen. Jij moet niet meelopen en jullie twee ook niet. Ik heb 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 mensen die kunnen lopen. Nou, dan moet je even, als je rechts onderin, dan heb je de minimap. Ja. Allemaal tapjes boven, dan moet je die maar eens met de schermaar klikken. Welke? Die met de ster in een rondje staat in. Een VP met me, oh shit. Ja, dat zijn. Wat is dit? En al die provincies die geel zijn, dat zijn de belangrijke provincies. Daar krijg je punten voor. Als je dat zijn provincies met hoofdsteden erin voornamelijk. Bijvoorbeeld, ja, belangrijke steden in de geschiedenis en zo. Maar als je dan kijkt bij Ethiopië, dan zie je... Dat is mooi, als je die overneemt, dan geeft Ethiopië zich over. Dus waar gaan we je leger heen sturen? Is het Addis Ababa? Ja! Dus dan moet ik rechtermuisknop doen nu, toch? Ja. Als je die stad inneemt, dan hoppa, geeft Ethiopië zich over. Jongens! Jullie weten wat jullie te doen staat. Jullie gaan op moordtocht. Jullie gaan iedereen eruit moorden. Ook vrouwen en kinderen.
ook zeker juist de vrouwen en kinderen. Ja, de mannen die gaan jullie allemaal laten werken. En wat zetten jullie op? Een concentratiekamp. Laten we maar even concentreren. Nou ja, nee, dan moet jij eigenlijk doen, concentratiekamp opzetten. Dan heb je pauze. Dat is wel weer van pauze afgehaald en dan ga je troepen bewegen. Ja, ik zie het. Ze gaan een beetje langzaam, maar dat geeft niet. Maakt niet uit. Kunnen we wel een stukje sneller. Mensen, loop! Daar zijn jullie voor. Als je gewoon hoppa, nog een stukje sneller. Ho 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 ho. Dudes, we have won the Battle of Macau. During the struggle, 15 of our dingetjes zijn dood. Ethiopië heeft de battle verloren met... hun zijn 54 mensen kwijt van de 18.000, oké. Okay. Goed om te weten. Terwijl ze zijn uit de weg gerend. War hard. Economic boost. Due to a struggle in production, the factories are currently producing more goods, although we are not sure how long this will sustain. War harder, not smarter. Oké. Okay. Oh. Turkije. Wat een klootzakken zijn dat toch die Turken. Wat hebben ze gedaan dan? News. We are shocked to inform that... you that the fools from Turkey have cancelled their most generous trade agreement. We krijgen geen 9,90 energie meer voor 0,32 money. Ja, dat is niet interessant om te weten. Dus kan je doe maar rechter muisknop op dat bericht. Nou, ik heb ze al weggeklikt. Nou, als je nog zo'n bericht klikt, moet je even rechter muisknop erop doen. En dan zeg ik je van ik wil geen pop-up hier meer van. Want dat heb je toch allemaal geautomatiseerd. Zo, in provincie ingenomen muziek. Ja. Kom daar. Nog eentje, de Battle of the Sai. Kijk. Oh, je komt ook van die kant voor je aan. Dat is goed. We vallen allemaal bij de kant. Ah, oh, Spanje. Fuck off, Spanje. Hebben de Tabor hebben gewonnen. Battle of Dibre. Niemand van ons is smoord, van de vijanden ook niet. Oké. Okay. Kijk. Voor jou voorst. Ethiopië is nu puppet van jou. Is mooi, dan geven ze hun resources en zo. Mooi aan jou door. Dus ik heb niks meer te vrezen van al die Ethiopische klootzakken die in de buurt staan. Ja. Ik vind die allemaal eng. Mooi. Dat is allemaal voor mij. Dus ik heb nu basically heel Ethiopië overgenomen. Ja. Sowieso. Leuk, hè? Ik begin een echte wereldleider te worden op deze manier. Op naar de volgende aanval. Ja, die duurt nog een paar jaar. Dus ik mag niet nu alvast iemand aanvallen? Nee, dan ben je niet genoeg. Ik geloof niet dat je genoeg neutraliteit hebt. Of te veel neutraliteit moet ik eigenlijk zeggen. Ik heb geen idee hoeveel neutraliteit ik heb. Kan ik dat zien? Kijk, ik heb een diplomatie zien. De neutrality. Je bent op 31%. Is dat dus goed of is het slecht? Dat weet ik niet. Kijken. Nou, een leuk doel voor jou zou zijn Joegoslavië overnemen. Joegoslavië? Ja. Dat is het land direct rechts van jou. Dan moet je maar eens even op hun vlag klikken als je een provincie hebt aangeklikt. En dan moet je maar kijken of je oorlog kan verklaren, ja of nee. Nope. Nee. Moet je je muis erover houden, moet je even kijken wat er gezegd wordt.
Effective trap between us and exile us to declare war when the neutrality is at 0%. Kijk. Goed om te weten. Hoe haal ik het omlaag? Even kijken hoor. Ik deed dat ook weer. Oh, niet, je weet toch dat dat meisje of dat Nice wat gebombardeerd is? Ja. Dat is ook blijkbaar een belangrijke stad. Ja. Zullen wij eventjes wat er net echt gebeurd is herhalen, alleen dan veel eerder in de tijd? Nee, dat is gewoon te erg. Beetje wel, hè? Sorry voor de mensen die daar wonen. Arme mensen. Ja, het is niet echt leuk wat er allemaal gebeurd is in de tijd. Nee, dat is niet grappig. Zo. In games is het wel grappig, in het echt, nee, niet. Wat je kan doen is een intelligence schermpje met Joegoslavië opzoeken. Dan kan je wat spice erheen sturen en dan zeg je increased threat. En hoe meer spice je erheen stuurt, hoe sneller gaat natuurlijk. Moet je wel in het technology schermpje moet je even wat punten toewijzen aan espionage. En ik doe dat ook, dus dan gaan ze sneller, kan je sneller daar oorlog mee voeren. Hé, hey, aardig van mij, hè? Ja, ze moet ik in intelligence moet ik dingen selecteren. Joegoslavië, dan een quiz threat. Joegoslavië, hoe heet dat in het Engels? Joegoslavia. Met een Griekse ei. Begint daar. Ah, het staat dus in Europa. Ja. Ik heb drie slaven, drie spice te zitten. Oké. Okay. Met technology moet je ook even wat, even één punt, moet je even in de spionage stoppen. Ja, ik kan dus niks. Oké. Okay. Ja. Eén punt. Ongeveer één punt. 1.09. Kijk. Ja, ik kan dus niks trainen. Oké, okay. Kan dus niet. Ja, dan moet je even bij je research, moet je even rechtermuis slider doen. Want als die grijs is, dan staat die vast. Dus dan moet je hem even loszetten. Daar zit wel je puntjes in. Oh ja. Dan kan je hem wel op ongeveer 1 zetten. Precies 1, wat dacht je daarvan? Ja, heel goed. Worden er ook nieuwe spice bijgemaakt om de spice die doodgaan natuurlijk te herplaatsen, vervangen. Dat is het woord ook zo. Zo. Maar dan gaan we, ik ga er nu mee stoppen. Ik kan niet zo laat maken vandaag helaas. Aww. Oh, gaan we morgen weer verder of zo? Meer tijd dit. Ja, dat zijn dus deze aflevering 1 en een kwartier. Hebben we een uurtje of zo hebben we lopen kutten met alles. En dan hebben we nog niet eens een kwartier echt kunnen spelen. Ik heb één stad, een heel land overgenomen natuurlijk. Dus dat is wel goed. Ja, ja. Ik heb mijn eerste slag geslagen op... hoe heet die dan ook alweer? Hè? Hoe heet die klootzak ook weer die ik nou heb overgenomen? Ethiopië. Ik heb Ethiopië overgenomen. Hey. Zo hoort het ook, fucking Ethiopië. Ja. Hé, Mongolen? Ja. Okay. Volgende keer Joegoslavië en dan... Precies. Allemaal tot en met dat moment. Ja. Dus dan sluit hier de video af en dan gewoon is het heel simpel en is dat. De volgende keer. Doei doei.